Hij is er wel heel erg van geschrokken, uiteraard. En Laura, daar geldt precies hetzelfde voor. Want ja, op, op Leen is natuurlijk al helemaal nooit wat aan te merken geweest. Het 50 jaar dat hij aan de top staat in Nederland. En dan is dit inderdaad wel schrikken. Hoe ernstig het is met Peter. Want we hebben het over Peter. Die werd afgelopen dinsdag van zijn bed gelicht. toen de politie een onderzoek bij hem deed. in een veel groter witwasonderzoek. Nou, of hij daarmee te maken heeft, dat is nog niet duidelijk. Maar wat ze daar zagen in dat huis. Hij is lid van de schietvereniging en heeft een vergunning om een wapen in huis te hebben. en ook munitie. Maar dat moet je apart. In twee verschillende kluizen uh, bewaren. Dat had hij niet helemaal op orde. Dus daarom is hij meegenomen. Nou, Leen is daar natuurlijk heel erg van geschrokken en zegt vandaag: van ja, we werden. Uh, um... Ik doe liever geen, niet veel uitspraken erover. Want het is niet, onver, niet verstandig om te vertellen. Wat, wat ik denk wat er gaande is. En uh, dat zou ook niet in het belang van mijn zoon zijn. En hij zegt dat hij hoopt dat het allemaal meevalt. en dat het voorbarige conclusies zijn getrokken. en dat hij hoopt dat het een, 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 uh, een storm in een glas water is. Nou, of dat zo is, dat zal de komende week wel meer over duidelijk worden. In ieder geval, of in ieder geval de komende maanden. Want het is een heel groot onderzoek. Dus zijn rol zal verder worden onderzocht. Maar dat ver ontdaan van is, midden in de verhuisstress die hij ook nog heeft, want zoals we eerder melden, ze zijn Scheveningen aan het verlaten en verruilen voor een flat in Rotterdam. Ja. Dat lijkt me duidelijk dat het uh, ja, dat, dat, dat Leen dat, uh, met zijn vaderhart zich uh, grote zorgen maakt natuurlijk. En dat Duurlijk. van Laura, het moederhart ja. ook. En dat we ze al heel veel sterkte wensen en dat we hopen dat die zaak uh, snel uit de wereld is als het inderdaad blijkt dat hij er niets mee te maken zou hebben.